Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op een later moment digitaal met ons verbonden is, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing vanmiddag is uit Rut 4. Thema van de dienst is de verlosser van Bethlehem. Mededelingen namens de kerkenraad. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor het jeugdwerk. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u overmaken op de gebruikelijke en bekende wijze. Morgen, eerste kerstdag, is de collecte bestemd voor noodhulp aan christenen in de Gazastrook. We gaan nu zingen, Psalm 138, vers 1. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen over de Heere die een herder is. Als we morgen het kerstfeest mogen vieren, dan zien we daar ook de goede herder die geboren is in de stal in Bethlehem. Hij die zijn volk zal leiden en weiden, die ook ons wil weiden in de grazige weiden van zijn woord. En zo hebben we dat ook in de afgelopen weken al kunnen zien en zullen we dat ook vanmiddag zien in het leven van Naomi en Rut en ook Boas. De Heere is een herder
Dat zingen we met elkaar uit Psalm 23, het eerste en het tweede vers. Deze God mogen wij ook belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de apostolische geloofsbelijdenis. En wij stemmen daarmee in door samen te zingen het derde vers van Psalm 23. Gij zalft mijn hoofd, deze God, de drie enige God, doet mijn blijdschap groeien. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige,
Katholieken, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij eerst met elkaar bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Ja, Heren, dat belijden we met de kerk van alle tijden en plaatsen. Zo mag het ook zijn. En wilt u het door uw Heilige Geest aan ons geven dat wij dat ook ervaren? Dat u uw blijdschap in ons hart legt, dat onze blijdschap groeit. En dat van uw heil onze beker overvloeit. Heren, wij danken u dat u ons vanmiddag samen hebt gebracht in uw huis. Op deze laatste dag voor kerst. En Heren, we kijken er rijkhalsend naar uit om morgen samen het kerstfeest te vieren. Als we tezamen mogen komen om te aanbidden. U, Heer Jezus Christus, Gods Zoon, geboren in het vlees, in een stal in Bethlehem. En Heren, dat laat uw goedheid en uw trouw zien. Uw genade en uw gunst aan ons betoont. En Heren, daarvoor mogen we ook vanmiddag hier zijn. En wij bidden u, Heren, laat uw woord dan zo gezegend mogen worden dat we hier in de kerk en ook thuis die laatste voorbereiding van u ontvangen. Door uw geest. Om morgen als het ware, u, Heere Jezus, in de armen te mogen sluiten. Zoals we vanmiddag zullen horen. Dat een van uw kinderen in oude tijden een kind in de armen omsloot. Als teken, als bewijs van uw goedheid en liefde. Voor haar. Heren, we bidden u. Wilt u deze dienst dan zegenen? De opening van uw woord zo zegenen dat we dat meenemen, dat we daardoor gevormd en gebouwd worden, dat we u daardoor vinden. Heren, als we u nog niet kennen, breng ons dan tot de kennis van uw naam en dat we die mogen aanbidden en verheerlijken in ons leven. Heren, zo willen we tot u komen om uw zegen te vragen bij de opening van uw woord. Heren, wij bidden u ook voor
Alle voorbereidingen die worden gemaakt om op deze dagen en de komende dagen het kerstfeest te vieren. Heere, wilt u geven dat velen zullen komen om u, Heer Jezus, te aanbidden. En dat ze dat ook dan inderdaad mogen doen en ook blijven doen. Heere, ook hen die dat misschien zo niet gewend zijn. Die maar heel sporadisch in de kerk komen. Of die op zoek zijn naar u. Misschien zomaar met kerst een keer naar een kerk gaan. Heere, wilt u ze stilzetten en in het hart grijpen. Zodat ze nooit meer los zullen komen van dat heerlijke evangelie van uw naam. Dat werkelijk zalig maakt. Wij bidden u of u zo de verkondiging van uw evangelie hier onder ons, in Veenendaal, in Nederland, ja over heel deze wereld heen, wil zegenen. Dat uw woord zijn loop mag hebben en dat het tot eer van u, Vader, Zoon en Heilige Geest mag strekken. Wij bidden u, Heere, of u ook ons een open hart wil geven om naar anderen om te zien. Met ontferming en met barmhartigheid. Laat uw gezindheid, Heere Jezus, in ons mogen zijn. U die een dienaar werd, een dienstknecht, om uw Vader te dienen in volkomen gehoorzaamheid en om ons te dienen in de gave van uw leven. Heere, geef ons ook daar vanmiddag zicht op. En wilt u dat in ons hart prenten, opdat wij in liefde en ontferming mogen omzien naar onze naasten en kunnen helpen waar dat nodig is. Heere, wij bidden u of u ook wil zijn bij hen die opzien tegen deze dagen. Wanneer we juist ook iets van de donkerte die er buiten is, voelen in onze eigen hart. Door verdriet dat er gekomen is, een lege plaats die we zo pijnlijk voelen. Of als we te maken hebben, Heere, met ziekte en zorg, met psychische moeite. Wij dragen ook hen aan u op. Heere, wilt u door het licht, door het duisternis heen breken met uw wonderbaar licht. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat we dan toch u, Heere Jezus, mogen zien. Juist in uw mensheid, dat u naar ons bent toegekomen en bent afgedaald in onze ellende, opdat u ons daaruit zou voeren. Heere, we bidden u of u ook daartoe uw woord en de samenkomst van uw kerk in deze wereld wil zegenen. Heere, wij bidden u of u wil zijn met alle die een taak in en rondom deze dienst hebben. Geef dat we dat mogen doen tot eer van u. Dat dat ons doel mag zijn, ons oogmerk. Wees u met de kinderen als ze straks naar de parel gaan. Geef ook daar een goede bijeenkomst. Zegent u degene die daar het evangelie mogen verkondigen op een eenvoudige manier. En Heere, geef ons zo met elkaar uw zegen en uw Heilige Geest. Hoor onze gebeden in de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Jongens en meisjes, we gaan vanmiddag voor de laatste keer lezen in het boek, het Bijbelboek Rut. Dat hebben we de afgelopen weken wel vaker gedaan. En ik heb tijdens deze praatjes zo voor de schriftlezing daar het ook al met jullie over gehad. En jullie weten misschien nog wel dat we een tijdje geleden hebben gehoord dat Naomi samen met Rut terugkeerde naar Bethlehem. Ze had een tijd lang met Elimelech en haar twee zonen, Machlon en Giljon, in Moab gewoond. Maar dan komt ze terug in Bethlehem en dan heeft ze alleen nog Rut bij zich. En jullie weten vast ook nog wel hoe dat gekomen is. Want Elimelech, haar man, die is gestorven. En Machlon en Giljon, haar beide zonen, haar kinderen, zijn ook gestorven. Dus Naomi is natuurlijk heel verdrietig. En ze is ook bitter. En als je bitter bent, dan ben je eigenlijk boos van binnen op een heel nare manier. Namelijk dat je tegelijkertijd ook voelt en ik kan er helemaal niks aan veranderen. Naomi had geen enkele hoop meer dat het nog goed zou komen.
Maar nou gaan we vanmiddag lezen dat er iets heel blijs gebeurt voor Naomi. Ze wordt oma. Want Rut en Boas gaan trouwen en ze krijgen een kindje en die noemen ze Obed. En dan staat er in de Bijbel dat Naomi Obed op schoot zet. En er is grote blijdschap bij oma Naomi. Van boos en bitter wordt ze blij. Dat komt omdat de Heere God haar blij heeft gemaakt. Hij heeft haar dit kind gegeven. En heel veel later is op diezelfde plek in Bethlehem de Heere Jezus geboren. Toen gaf de Heere God nog een kind. Morgen is het kerstfeest en dan denken we daaraan. En de Heere Jezus is ook gekomen om ons echt blij te maken. Blij niet met iets wat weer op een gegeven moment voorbij gaat, zoals je blij kunt zijn met iets wat je krijgt en dan op een zeker moment dan ben je eraan gewend dat je het hebt en dan vind je het eigenlijk zo bijzonder niet meer. Nee, de Heere Jezus is gekomen om ons voor altijd blij te maken. Omdat hij al onze zonden en onze ellende wegdoet. En daarom is het morgen feest. En daarom vieren we dat ook elk jaar. Om blij te zijn dat de Heere Jezus gekomen is. Maar vanmiddag is Naomi alvast blij. En wij met haar. Gemeente, wij lezen Rut 4. Rut 4 lezen wij. En wij zingen daarna uit Psalm 30, daarvan het tweede en het achtste vers. De psalm die erover zingt dat het rouwkleed wordt weggedaan. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden. Zak is een rouwkleed. Iets waarmee je je bekleedde, waardoor je er niet mooi uitzag. Omdat je in rouw was. Maar dat is ontbonden en mij weer met vreugde omgoot. Daar heeft u die blijdschap. Opdat mijn eer niet zwijgen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Psalm 30, 2 en 8. Nadat wij gelezen hebben, Rut 4. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde 10 mannen uit de oudste van de stad en zei, gaat u hier zitten? En ze gingen zitten en toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het, in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudste van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wil lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar Boas zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste en dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas, koopt u het voor uzelf? En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk, u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is. En daarbij neem ik voor mijzelf Rut de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. En heel het volk dat in de poort was en de oudste zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw zal geven. En zo nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw.
En hij kwam bij haar en de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. En toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven? Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. En ze zeiden: bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hesron. Hesron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salma. Salma verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Tot zover. Na het amen van de preek zingen we uit de lofzang van Simeon de beide versen. Lofzang van Simeon na het amen. Wij luisteren naar Rut 4.
En daarvan vers 14 tot en met 16. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En ze werd zijn verzorgster. Thema voor de preek is de verlosser van Bethlehem. Tweetal gedachten. Hij koopt vrij en hij dient. Gemeente, vanmiddag gaan we op kraambezoek. Het is altijd mooi om te doen natuurlijk. Als er in de familie of in de gemeente een kind is geboren, de bevalling is voorbij, moeder en kind maken het goed, ze zijn weer thuis. En dan komt het bezoek, dan ga je als nieuwbakker, opa, oma, oom, tante, hoe het ook maar is, dan ga je er naartoe. En dan zie je dat kind in de armen van die moeder liggen. En wat is dat eigenlijk een bijzonder gezicht. Vertederend. En zoiets maakt je ook blij. Wat een wonder is dat toch. Als er nieuw leven is. En alle aandacht gaat natuurlijk uit naar de ouders en naar het kind. Het kind wordt bewonderd. Met de moeder wordt gepraat. De vader wordt gepraat. Ze worden hartelijk gefeliciteerd. En samen ben je blij en dankbaar. Nou, vanmiddag maken we ook zoiets mee. We gaan op kraambezoek in Bethlehem. Nee, nog niet in de stal en bij de kribbe. Dat is morgen. Nog 1 nachtje slapen. Eerst op kraambezoek bij dat andere kind dat daar in Bethlehem geboren wordt. Waarover we lazen in Rut 4. Maar er is wel iets bijzonders aan de hand. Want mocht u nou denken dat we daar dan ook aankomen en een idyllisch, romantisch plaatje zullen zien van een jonge vrouw Rut die een kind in haar armen draagt en op de achtergrond staat Boas als de vader. Ja, daar valt de nadruk nou net anders. Gemeente, als Rembrandt het had moeten schilderen, ik geloof niet dat hij dat gedaan heeft met deze geschiedenis, met andere geschiedenissen wel. Maar als Rembrandt het had moeten schilderen, dan had hij, zoals hij dat zo onnavolgbaar kan, een bundel licht laten vallen in dat schilderij. Ja, niet op Boas. En niet op Rut. Zelfs niet alleen maar op dat kind. Maar op Naomi. Die het kind op schoot heeft. Wij gaan op kraambezoek bij een oma. En reken maar dat er daar gefeest wordt. Maar het stralende middelpunt is niet alleen vader, moeder en kind. De gelukwensen gemeente die gaan vooral naar oma, naar Naomi. De vrouwen uit Bethlehem feliciteren haar in onze tekst. Gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Want het kind dat Naomi in de armen ligt, weet je, dat is Gods genade in vlees en bloed voor haar. Gods goedheid, het ultieme bewijs dat de Heere naar haar heeft omgezien. Dit kind draagt zoveel toekomst voor haar in zich. Ja, niet alleen maar voor haar oude dag, dat ook. Dat nu er een zoon geboren is die voor haar zal gaan zorgen als ze oud is, als ze nog ouder is. Zelfs niet alleen maar voor de middellange termijn, dat er nu een erfgenaam is geboren in haar gezin voor de nalatenschap van haar overleden man Elimelech en voor haar zoon Machlon. Nee, dan gaat hier nog een veel grotere toekomst open. Iets wat de omstanders
ja, vermoeden, wensen? Nu God zo duidelijk heeft geleid als een herder waarover we zongen. Zo wonderlijk. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Maar er zou in dit kind God niet iets groots gaan doen. Want gemeente, dat dat wonderlijk gegaan is, dat hebben we in de afgelopen weken toch wel gezien. We hebben dat boekje Rut met elkaar gelezen en overdacht. Naomi, ik zal het nog kort schetsen voor als u wat gemist zou hebben. Naomi die haar geluk had beproefd in Moab, toen er in Bethlehem hongersnood was uitgebroken in de dagen van de richters, het oordeel van God was gekomen. Naomi had er niet onder gebogen. Ze had samen met Elimelech haar eigen oplossingen gezocht en ook gevonden. Daar was ze naartoe gegaan, naar Moab, het heidense Moab. Niet het beloofde land van Israël, maar Moab. Daar zou haar toekomst liggen. Maar dan keert ze terug, berooid, leeg. Zo zegt ze, zonder hoop, naar het broodhuis Bethlehem, want daar is het haar heidense schoondochter die het initiatief neemt. Rut komt op de akker van Boas terecht en eerst levert het hen meer dan voldoende brood op, maar gemeente, als de oogsttijd voorbij is, dan stuurt Naomi Rut erop uit, want er is in Naomi iets veranderd, ze heeft weer hoop gekregen. Toen ze in Bethlehem aankwam, zei ze, noem me geen Naomi meer, noem me maar Mara, bitterheid. Want de Almachtige heeft me grote bitterheid aangedaan. Maar nu, ja, nu is er iets in haar iets in haar gekomen waardoor ze weer is gaan hopen. Waardoor ze weer op de Heer is gaan hopen, de God van Israël. Zou hij misschien toch naar haar omzien? Ook naar haar. Want Boas is niet zomaar iemand. Dat had ze tegen Rut gezegd. Toen Rut haar had verteld. Ja, het is op de akker van Boas dat ik ben terechtgekomen. Toen had Naomi gezegd. Dat is goed, Rut, dat je daar bent. Blijf daar ook maar. Bij de meisjes. Bij Boas Maaiers. Want Boas is onze losser. En Boas had ermee ingestemd. Hij zou Rut en daarmee ook Naomi gaan lossen. Gaan verlossen, dat betekent dat hij in de bres zou springen. Zo was het immers bepaald in Gods wet. Raakte je in Israël failliet? En zou je erfdeel, je stuk land in het beloofde land verliezen? Ja, dan zou iemand anders als losser optreden om je vrij te kopen. Dan moest iemand jouw boedel opkopen om het zo veilig te stellen voor jouw nageslacht. Je toekomst, je familie. En zo werkte dat met huwelijken dan ook. Als iemand gemeente was overleden dan en die had geen kinderen nagelaten, dan waren er geen erfgenamen. En dan moest diens broer, de zwager, zijn schoonzus trouwen. Opdat op die manier de naam van de familie zou worden voortgezet. En er toch toekomst zou zijn in Israël. In het volk van de Heer is toekomst. Totdat de Messias komt. Nou gemeente, zo had Boas beloofd om als losser op te treden. En nu in Rut 4 is de dag aangebroken dat hij er inderdaad werk van gaat maken. Er moet nog wel het een en ander geregeld worden. Boas die kan niet zonder meer gaan optreden als losser voor Rut. Want er is nog iemand anders die nauwer verwant is, die dichterbij staat. En die heeft dus het eerste recht. En wanneer Boas dan in alle vroegte Rut met een bundel graan terug naar huis heeft gestuurd, weer naar Naomi toe, dan gaat hij zelf op pad. En hij gaat naar de stadspoort en dan gaat hij zitten. Met die stadspoort, dat was de plaats, dat was vaak een pleintje, een ruimte. En dat was de plaats waar dan recht werd gesproken. Daar stonden vaak wat bankjes, dat was een soort ontmoetingsplaats. En de oudsten van het dorp, die gingen daar dan zitten. En die konden recht spreken. De wijze mannen. Nou, zo gaat het hier ook. Boas is gaan zitten op zo'n bankje om zijn zaak naar voren te brengen. En net als die zit, dan komt daar, die andere losser voorbij. En dat is dus ook familie van Elimelech. En van Naomi.
Hij is in het boek Rut nog niet eerder genoemd, anders dan dat er nog een andere losser is. En nu krijgen we hem in beeld. En die man die passeert de poort, maar dan wordt hij opgehouden. Boas die roept hem erbij. U daar, hoe u ook heet, kom eens hier en ga eens zitten. U daar, hoe u ook heet. Weet je, er staat in de grondtaal een mooie uitdrukking. Peloni, Almoni. Nou, dat klinkt mooi. Beetje Italiaans. Maar het betekent zoiets als dinges. Boas noemt hier die man niet bij zijn naam. Hij zal hem vast gekend hebben, want Boas is ook familie van hem. Maar gemeente, die naam die wordt niet genoemd. Is dat onfatsoenlijk? Nou, uit het vervolg blijkt waarom deze man geen naam krijgt. Alleen maar Dinges heet. Meneer Dinges, hoe heet je ook alweer? Want als meneer Dinges is gaan zitten, dan roept Boas 10 mannen erbij. De oudsten. En nu de oudsten er zijn, kan de rechtszaak voorkomen. En dan brengt Boas zijn zaak naar voren. En je verwacht dat hij zal gaan zeggen, nou, ik wil graag losser zijn. Als losser optreden voor Rut, maar het gaat anders. Want de Boas die blijkt een handige onderhandelaar te zijn. Hij begint namelijk in vers 3 en volgend met te zeggen dat Naomi, die uit Moab is teruggekeerd, een stuk land van Elimelech verkoopt. Dat is dat stukje beloofde land dat de Heere voor hen had gereserveerd. Voor Elimelech en voor zijn nageslacht. Een stukje belofte, een stukje koninkrijk van God. Waar hij hen zal zegenen. Boas vertelt aan meneer Dinges, Naomi die heeft Elimelech niet meer, dus je kan het kopen. Aan hem moet dat stuk land als eerste worden aangeboden, als eerste losser. En die man die hapt toe, die zegt, nou dat wil ik lossen. Nou dat lijkt toch geweldig te zijn, of niet? Maar is deze man misschien net een beetje als Boas? We zijn Boas tegengekomen als een godvrezend man en iemand die leeft naar de geboden van de Heer, die ze kent en die dat ook opvolgt, zo goed als dat hij kan. Zo hebben we hem leren kennen. Hij had er oog voor gehad toen Rut had gezegd tegen Naomi, ik ga met je mee Naomi, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. En dat ze niet was teruggekeerd naar Moab. Boas die had geweten, dat heeft Naomi heel wat gekost. Dat zij onder de schaduw van Gods vleugels is komen schuilen. En toen Rut afgelopen nacht aan zijn voeteneinde had gelegen en hem erop had gewezen, Boas, u bent de losser. U moet dan optreden namens de Heer. En Rut had het gezegd, spreid uw vleugel dan over mij uit. Toen had Boas zijn verantwoordelijkheid gekend. En daar wilde hij hem nemen ook. Maar is het dan niet zo dat er nou nog iemand is die datzelfde laat zien? Meneer Dinges. Is hij ook met ontferming bewogen? Over het lot van Naomi en Rut? Wil hij ook hun toekomst verzekeren? In het land van Gods belofte? Zodat ze een blijvende plek in Gods volk en in zijn koninkrijk zullen hebben. Nou gemeente, al snel blijkt dat deze man zo edelmoedig niet is. Kijk, je geld investeren om een stuk grond te kopen en daarvan de opbrengst elk jaar opnieuw in je schuren te kunnen opbergen, dat is een goede investering. Maar nou voegt Boas er nog wat aan toe. Ja, meneer Dinges, als je dat land wilt, dan komt er ook nog iets bij. Want dan koop je het ook van Rut, de Moabitische. Dan moet je met haar trouwen. Om zo de naam van de gestorvene op het erfdeel in stand te houden. Kijk, en dan draait meneer Dinges opeens als een blad aan de boom om. Als de zaken zo liggen, nee, dan hoeft het niet. Want gemeente, trouwen met Rut, dat betekent
dat Rut dan kinderen zou kunnen krijgen? Ja, en daar zit voor hem het probleem. Want dan zou dat kind later niet het erfdeel van Elimelech alleen nog maar alsnog erven. Hij geeft er nu geld voor, maar ja, dat is hij dan dus kwijt. Maar dan zal dat kind ook nog eens meedelen in de erfenis die hij nalaat. Want dat wordt gezamenlijk bezit. Dan zou hij dus alles wat deze man met hard zwoegen heeft opgebouwd. Ja, daar zou hij eigenlijk steeds minder van over gaan houden. Omdat het eigenlijk allemaal aan Elimelech en zijn nakomelingen wordt toegerekend. Nou, daar past hij voor. Dan wordt mijn erfdeel te gronde gericht, zegt hij. Dan gaat mijn erfdeel eraan. Dat wil hij niet. En gemeente, om die afspraak te bevestigen, trekt hij zijn sandaal uit. Dat was toen gewoonte, zo hebben we gelezen. Hij doet afstand van zijn rechten en ook van zijn plichten. Volgens de wet van de Here. Hij lapt het aan zijn laars. Laat maar. Vergeet het maar. Ik hoef het niet. Ik doe het anders. Weet, het is met die nameloze dinges dus wel de lusten, maar niet de lasten. En zou dat nou ook de reden niet zijn dat hij in het boek Rut geen naam krijgt? Terwijl namen in dit Bijbelboek zo heel belangrijk zijn. Deze man, deze losser, staat tegenover die andere losser, Boas. En Boas, hebben we al eerder gehoord, dat betekent in hem is kracht. Hij is een krachtige losser, verlosser voor Naomi en Rut. Maar deze man, in hem is geen kracht. In hem woont niet de kracht van God, van zijn woord, van zijn geest. Hij wil best de wet van de Here houden, zolang die er zelf beter van wordt. Maar hij is niet bereid om iets van zichzelf op te geven. En om zich werkelijk te ontfermen over de nalatenschap van Elimelech. Zijn stuk land en dan ook Rut. Zodat de naam van Machlon zal worden voortgezet in Israël. Gemeente, deze man is geen echte losser, geen verlosser. Want wat voor een losser hebben Rut en Naomi nodig? Ja, niet iemand die alleen maar een stuk land van hen overkoopt en ze dan met een zak geld zegt, nou kan je het verder wel zelf redden, hè? Dat is geen verlossing. En laat ik de lijn dan vanmiddag meteen maar wat doortrekken. Wat voor een verlosser hebben wij nodig? Ja, iemand die je inderdaad vrijkoopt. Iemand die bereid is om de prijs te betalen. Voor Boas betekent dat hij trouwt met Rut. Hij ontfermt zich over het stuk land dat ooit van Elimelech is geweest. Hij mag de vrucht ervan gebruiken, maar het zal in de toekomst niet meer van hem zijn. Het zal het eigendom worden van het kind dat Rut zal gaan baren. Ja, als ze tenminste zwanger kan worden, want dat is nog wel een ding natuurlijk. In Moab waren er 10 jaren huwelijk voorbij gegaan, waarin Rut onvruchtbaar was gebleven. Maar Boas, hij neemt het allemaal op de koop toe, letterlijk. En daarmee laat hij al iets zien, gemeente, van die andere verlosser van Bethlehem. Zo'n verlosser heb je nodig. Hij laat iets zien van de Heer Jezus. Eentje die bereid is te geven wat nodig is om vrij te kopen. Om werkelijk vrijheid te schenken. Niet maar voor even een zak geld waar je even mee verder kunt, maar voor altijd. Iemand die je echt toekomst geeft. Die toekomst brengt aan zijn bruid. Zijn kerk. Die trouwt. Jezus zal een verlosser zijn, gemeente. Die de ultieme prijs betaalt. Hij zal zijn leven gaan geven als een losprijs voor velen, zegt het evangelie.
opdat die velen losgekocht zullen worden uit de heerschappij van de duivel en van het kwaad. Opdat ze vrijkomen uit de duisternis en zullen komen tot zijn heerlijke licht. Opdat die gevangenis waar wij allemaal in gevangen zitten, gemeente, die gevangenis van onze ellende, van ons kwaad, van de zonde in je hart. En je krijgt het maar niet weg als mens. Integendeel, het is een macht die zijn duizenden verslaat. En je ziet het in de wereld om je heen. Je ziet het ook bij jezelf. Maar gemeente, Jezus is gekomen om die gevangenis, de deur van die gevangenis, wagenwijd open te zetten. Er is een weg naar buiten. Hij is zelf die weg. Hij heeft zelf die weg gebaand en je mag op die weg gaan lopen. Je hoeft er niets voor te doen. Alleen maar in geloof gaan lopen. In het geloof dat als ik hem volg, dan raak ik werkelijk vrij. Dan vind ik een vrijheid, een vrede die mijn hart vervult en die de wereld verandert. Dan is de toekomst gegronde reden om uit te zien naar een volkomen overwinning. Gemeente, dan mag je hem verwachten die komen zal. Eenmaal in heerlijkheid, als koning van hemel en aarde in al zijn glorie. Nadat hij eerst gekomen is in al zijn kleinheid en armoede. Hij werd arm om ons rijk te maken. Dat vieren we morgen. Meneer Dinges krijgt geen naam. Want het mag geen naam hebben wat hij wil en doet. Boas heeft een naam. Hij is in het boek Rut de verlosser van Bethlehem, omdat hij bereid is, gemeente, de prijs te betalen. Zoals de Heer Jezus nog veel heerlijker en dieper zal doen. Maar gemeente, zijn wij dan ook bereid om de prijs te betalen? Want dat brengt ons bij het tweede. Hij dient. Kijk, Boas lijkt op de Heer Jezus. Jezus is de meerdere Boas, zo zou je kunnen zeggen. Maar lijkt u ook op hem? Of lijk je meer op meneer Dinges? Gemeente, wat mag het jou kosten? Boas is de voorloper van Jezus. Bent u een naloper van hem? Een navolger? Ben je bereid om vanuit die ontferming, waarmee Christus zich over u, over jou ontfermt, ben je bereid om dan je ook te ontfermen over anderen? En dat het je dan ook wat mag kosten. Van je tijd, je geld, je energie, je inzet, je gebed, je ontferming, je liefde. Dat je er bent en dat je leven er in het vervolg nog is om te dienen. Want het verhaal gaat verder. Boas die kan nou optreden als losser voor Rut. Hij krijgt de zegen mee van de 10 getuigen in de poort. En Boas die trouwt met Rut. En dan maakt Boas Rut zwanger. Nee. Zo staat het er niet. Vers 13. De Heere gaf haar dat ze zwanger werd. En een zoon baarde. Zo is het. Zo is het altijd al geweest. God als de gever van het leven. En er zijn er ook onder ons die van heel nabij weten dat het niet vanzelfsprekend is dat je kinderen ontvangt. Zeker hier is het niet vanzelfsprekend. Rut was al zo lang onvruchtbaar gebleken. En dat deze Moabitische, deze heidense Rut nou een plek krijgt te midden van Gods volk. Maar gemeente, zo gaat het. Iedereen die de toevlucht zoekt bij de Heer, onder zijn vleugels gaat schuilen,
die mag komen. En die wordt gezegend. Die gaat het ook zien als zegen. Boas en Rut krijgen een kind. En dan trekt Naomi het op schoot. Kijk, voor ons roept dat niet meer op dan dat je een oma ziet met een kleinkind. En ja, die neemt dat in de armen en die zit daar zeg maar trots mee te pronken. Hè? Maar het is hier een uitdrukking, gemeente, waar meer in zit. Een kind op de knieën nemen, zoals het er letterlijk staat, dat betekent dat je het adopteert. Dat je het aanvaardt als jouw eigen kind. In volle rechten. Dat het in jouw gezin hoort. In jouw familie thuis hoort. Voortaan is dit kind helemaal van jou. En deelt het in alles van het huis. Er zijn een aantal pleegkinderen in onze gemeente. Nou, hoor je hoe dat hier gaat, jongens en meisjes? Als je pleegkind bent, zo kan dat dus, hè? Komt dus in de Bijbel al voor dat je niet bij je eigen vader en moeder kan wonen. Mag wonen misschien. Dat dat ergens anders moet. Maar dat je dan toch helemaal thuis mag zijn. Dat het helemaal dan toch goed kan zijn. Ruts zoon wordt geboren uit een niet-Joodse moeder. En nou wordt ze door Naomi ingelijfd. Nou wordt er door Naomi ingelijfd in de gemeenschap van Israël. Nou is het eigenlijk haar kind geworden. Een Joods kind, een nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom staat Rut nou even aan de zijlijn. En Naomi in het middelpunt. Via haar krijgt het kind een plaats in Israël. Ja, en dan kan het ook een naam krijgen. Er klinkt een naam in Bethlehem. Door de omstanders wordt hij voorgedragen. We noemen hem Obed. Dat betekent knecht, dienaar. Ja, ze zien het goed, die omstanders. Die daar op kraambezoek zijn. Ze hebben goed gelet op Boas en op Rut. Rut die niets anders gedaan heeft dan zich dienstbaar opstellen. Zich beschikbaar stellen. Ze heeft zich gegeven aan de regels van Gods geboden die ze misschien nog maar nauwelijks kende als buitenlandse. Maar ze dacht, bij hem moet ik zijn. Ik ben bij die God van Israël beter af dan bij de God van Moab. En de omstanders hebben goed gelet op Boas. Wiens naam betekent in hem is veel kracht, maar die kracht heeft hij niet voor zichzelf gebruikt. Die heeft hij in dienst gesteld van anderen. Van Rut, van Naomi, van Elimelech, zijn nagedachtenis. Hij is er niet op uit om zijn eigen wil te doen, maar naar voren getreden als iemand die vol toewijding zich beschikbaar stelt om anderen te dienen en daardoorheen om de Here te dienen en zijn wetten te eren. Obed, jij bent echt een kind van je ouders. Dienaar. En Naomi? Ja, gemeente, Obed is voor haar toekomst. Ze dacht dat ze geen toekomst meer had. Bitter geworden, Mara. De Almachtige heeft me grote bitterheid aangedaan. Maar hoe heeft de Here naar Naomi omgezien en haar verlossing gebracht. Een ommekeer in haar leven, gemeente. De geboorte van dit kind. Nu wordt het duister van haar bitterheid plotseling toch licht. Licht dat in het duister straalt. Naomi die haar man en zonen te graven had gedragen. En je denkt het is over. Maar ze zit hier met een kind op schoot. En ze zegt, het is mijn kind. Ze zit hier met Gods genade op schoot. En ze wordt aangespoord. Hij heet Obed Naomi. Dienaar. Dien de Here. Dien niet Moab. Zoek het daar niet in Moab. Maar zoek het bij hem. En dien hem
En is het verhaal dan klaar? Eind goed, al goed? Nee, dan gaat het nog verder. De schrijver van het boek Rut schrijft dan: hij is de vader van Isaïe, de vader van David. Obed wordt de opa van David. Gemeente, God zal verder gaan. David wordt geboren, de man, de koning naar Gods hart, die de belofte zal ontvangen. Uw koninkrijk zal eeuwig bestaan, David, voor altijd. Want het is Gods koninkrijk. En vele eeuwen later is daar dan dat andere meisje, Maria, dat zich bereid verklaart om te dienen en tegen de engel Gabriel zegt: zie uw dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. En dan wordt het kerst. En dan wordt dat andere kind geboren. Die grote zoon van David in de stad van David, dat is Bethlehem. En dan weer klinkt er dan een naam. Jezus is zijn naam, want hij zal zijn volk zalig maken en verlossen. Een kind dat een knecht zal zijn. De knecht van de Heer, die ons aller dienaar is. Die gaat dienen met zijn leven, opdat je toekomst verzekerd zou zijn. Opdat hij zich over u en mij zou kunnen ontfermen. En zou zeggen: kom er hierbij. Geloofd zij de Heer, die niet heeft nagelaten om ook aan u, aan jou, vandaag en morgen een losser te geven. De verlosser van uw leven. Die je verkwikt. Want dat doet de verlosser. Hij verkwikt je. Je wordt herboren. Opnieuw geboren. Van wanhopig ga je hopen. Van terneergeslagen mag je opzien. Hij die je genezing geeft en je nieuw maakt als alles zo beschadigd is geraakt. Hij die de wonden van deze wereld zal helen. Opdat eenmaal alles en allen de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zal loven. Geloofd zij de Heer. Weet, het is met die hoop dat we op weg mogen gaan naar Bethlehem, naar kerst. Nog één nachtje slapen. Gaat u mee? Ben je bereid om dit te gaan doen morgen? Om een Obed te zijn. Bij de kribbe van Bethlehem een dienaar. Die eerst komt om te aanbidden, omdat je in hem, de Heer Jezus, de verlosser van je leven herkent en vindt. En dat je dan anderen gaat dienen. Ja, dat vraagt wel bekering. Dat vraagt om dan inderdaad naloper te worden. Die weg te gaan achter Jezus aan. Maar gemeente, denk niet dat het je alleen maar veel kost dan. Dan wordt het feest. Als God zijn kind in de armen van de wereld legt, in jouw armen, heeft u dan het duisternis liever dan het licht? Of leeft u in het licht? Ja, dan kun je zingen. Als je het licht in hem ontvangt, dan kun je het met Simeon meezingen. En Naomi zou het ook gezongen kunnen hebben. Ze had geklaagd toen ze terugkwam in Bethlehem. Vol ben ik weggegaan, leeg ben ik teruggekeerd. Maar kijk eens hoe vol de armen nou zijn. Niet alleen met graan, maar met een kind. En ze neemt het op schoot en ze kan zingen. Ja, nu laat u hier uw knecht, uw dienares, naar het woord haar toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu ze uw zaligheid zo lang door haar verbijt, ze had er zo lang op gewacht.
gezien heeft op haar beden. Amen. Zullen we samen danken. Heren, wij danken u dat we zo in gedachten op bezoek waren in Bethlehem. Kraambezoek. Want Heren, u heeft daar al van oudsher af uw belofte steeds opnieuw in vervulling doen gaan. En u heeft dat op de allerheerlijkste wijze gedaan toen u, Heren Jezus Christus, daar mens werd. Geboren uit de maagd Maria. Heren, u heeft het zelf gezegd toen u op aarde was, dat de schriften van u getuigen. En als we het lezen, wat we vandaag ook gelezen hebben in het licht van u, Heer Jezus, dan zien we hoe u al vele eeuwen
voordat u kwam, aanwezig was. En hoe in Boas en in Obed de trekken zichtbaar werden van hoe een verlosser moet zijn. En heren, nou bent u gekomen, Heer Jezus, om te verlossen wat verloren is. Om vrij te kopen. De losprijs te betalen voor velen. Heren, u heeft het willen doen. Alleen maar uit liefde. Wat kan het anders geweest zijn? U had uw leven ervoor over. Heren, wilt u ons vandaag, maar ook morgen als het kerst is en overmorgen, doordringen van die liefde? En laat het ons mogen verbreken. Want dan blijven we niet meer wie we zelf zijn. Dat uw liefde ons te machtig wordt. Zodat wij klein worden en u groot. Heere, schenk ons dat. En gaat u met ons mee als we straks hier vandaan gaan en we deze avond uit uw hand mogen ontvangen. Wees u daarin ook met ons. En als we dan morgen als gemeente samen mogen komen om het heerlijke feest van kerst te vieren. En u te aanbidden, Heere Jezus. Laat dan uw huis vol zijn met blijdschap en vrolijkheid. Om wie u bent, voor verloren mensen. Ga zo met ons mee. Leid ons veilig over de wegen en hoor naar ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Psalm 68, vers 2.
dan heen in vrede. Draag het woord met u mee in uw hart. Leef daaruit en ontvang Gods zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.